tussen kerst en oud opnieuw. De Skyline Countdown. Mis het niet. Ja Wim, de countdown, we mogen het niet missen, maar wat gaat er precies gebeuren? Vanaf tweede kerstdag, dat is zondag 26 december om 7 uur 's avonds, gaan we met meer dan 20 mensen 125 uur live non-stop radio maken. En dat wordt ook uitgezonden op televisie toch, bepaalde tijden? Je kunt het sowieso dag en nacht volgen via de livestream op kliknieuws.nl en skylinertv.nl. En 's avonds van 10 tot 3 s'nachts kun je gewoon live meekijken op Skyline TV. Wat gaat er allemaal gebeuren in de Skyline Countdown? Nou, sowieso is 125 uur live non-stop radio al een hele opgave. Kun je ook niet in je eentje doen, daarom met 20 man. Er komen 's avonds heel veel leuke artiesten langs. Onder andere een paaldanseres. Dat is toch wel dat je zegt van nou, daar blijf ik voor wakker, zeg maar. En natuurlijk kun je dag en nacht kunnen mensen verzoekjes aanvragen. Het wordt gewoon heel gezellig. En er komen gasten langs, speciale gasten en nog veel meer. Ja, je moet eigenlijk kijken en luisteren. En er komen niet alleen gasten, August, maar er gebeurt nog veel meer. Leuke prijzen heb ik gehoord. Ja, dat klopt helemaal. We hebben het Countdown-spel. Er wordt 3 keer per dag gespeeld. En er komt iedere dag dan een dagfinale. En de winnaar daarvan speelt dan mee in de uiteindelijk grote finale. En wat voor prijzen zijn er onder andere? De hoofdprijs is een hele mooie flatscreen. Kortom, iedereen kijkt dus vanaf zondag 26 december, 7 uur 's avonds, de Skyline Countdown.